Met één woord, wat een passie leggen jullie erin, werkelijk waar. Ja, we zijn echt zo blij dat het gewoon mooi achter de rug is. En dat we nu in een heerlijke show hebben gedraaid. Die heb je echt zo lang naartoe geleefd. En dat het nou allemaal tot uiting komt, dat is gewoon één grote oase van spanning en passie wat we gewoon laten zien. En ja, ik ben heel blij dat het gewoon zo'n succes was. Daar ben ik echt blij om. Ja, ja, want wanneer zijn jullie begonnen met de voorbereiding van dit? Van het evenement zelf? Ja? Nou, dat is denk ik al anderhalve maand terug begonnen. En je moet alles regelen, van geluid tot aan licht, tot aan de locatie waar je gaat doen. De hele show eromheen, met een mooie banner op de achtergrond. De bands moet je regelen en het is gewoon een enorm project eigenlijk geweest. En tussendoor, we hebben net de platenmaatschappij gekregen, dus tussendoor moeten we gewoon ook interviews doen en dat soort dingen. Dus dat... Even na het begin, want wanneer zijn jullie begonnen? We zijn begonnen in begin 2007 en toen heetten we eerst Symphony of Destruction. En daarna zijn we 4 jaar later onder de naam Undawn verder gegaan, zoals we nu heten. En dus we staan nu in totaal, dit is het 9e jaar, het is bijna 9 jaar bestaan we nu. Conceptalbum, zoals dat heet in onze wereld. Dat houdt in dat we eigenlijk een thema hebben gepakt en daaromheen alle nummers hebben geschreven. Van teksten tot de nummers zelf, maar ook tot onze, hoe wij overkomen op mensen. Wacht even, want het thema is? Gerechtigheid. En daar gaat het over. En dat is, we hebben het eigenlijk, we zijn denk ik al 2 jaar bezig, bijna 3 jaar bezig met het schrijven van dit album. En we wilden ook dit graag als thema gebruiken, omdat je natuurlijk heel veel gedonder in de wereld hebt. En nu met de laatste gebeurtenissen krijgt het album nog meer lading. Wat er allemaal voor nare gebeurtenissen zijn geweest in Parijs natuurlijk. En dat raakt je als muzikant ook gewoon ontzettend. Omdat je weet hoe het is om op het podium te staan. Kun je je voorstellen dat er in één keer kogels je om de oren vliegen. En dus daarom is denk ik onze boodschap heel belangrijk. Dus het is niet alleen metal wat je niet kunt horen. Maar het is wel echt met een boodschap om mensen na te laten denken over het thema gerechtigheid en respect voor elkaar tonen. En volgens mij kan het wel. Heb je nog een vriendje? Ik denk dat in Denemarken heel veel mensen jullie niet kennen, maar ik heb me er zeer mee verdiept. Ik ben gewoon heel eerlijk. Maar jullie website is in het Engels, jullie Facebookpagina is in het Engels. In de wereld zijn jullie populair in dit genre wat jullie spelen. Ja, dat gaat hartstikke goed. Nu ook die platenmaatschappij hebben, dat is Graffiti Music Services. Daar gaat het gewoon heel hard. We hebben interviews in Italië, in Spanje en in Duitsland. Het is heel apart wat er allemaal op je afkomt in één keer. En wat je normaal gesproken wel makkelijk kon doen, moet je nou in één keer keihard aantrekken om het voor elkaar te krijgen. Om iedereen te woord te staan, et cetera. En het is gewoon fantastisch om te doen, joh. Echt de passie wat we hebben. Ja. Er straalt ook voor jullie af. Als ik jullie zie op het podium, werkelijk wel, wat een passie. Ja, dat is echt onze muziek. En ons publiek, we proberen altijd het publiek te vermaken. Dat vinden we gewoon geweldig mooi om te doen. En daarnaast is het gewoon echt onze muziek. We zitten er helemaal in, we schrijven alles zelf. De teksten, de nummers schrijven we allemaal zelf. We hebben nu nooit een cover of wat dan ook. En we maken gewoon echt wat we zelf vet vinden. En als je dan bedenkt dat je gewoon met z'n vier in de oefenruimte zit. En dan vervolgens zo'n volle zaal naar je toe kan trekken. Die allemaal echt voor jou komen. Omdat ze gewoon wel een kaartje kopen voor deze show. Ja, dat is heel bizar om te beseffen. Heel erg vet. Ja.
is het raar om in je eigen dorp te staan? Nou, het is echt een beetje een hometown show. Dus het is echt voor onszelf. Het is heel close allemaal natuurlijk. Het is heel fragiel omdat je heel veel mensen kent. Dus ja, die weten ook hoe je moet klinken. En, dus je moet wel echt wel extra hard nog je best doen, zeg maar, om iedereen te blijven overtuigen. Want we houden van een zaal die ons niet kent en die we dan moeten bewijzen. Maar dit is toch een andere show en dan merk je gewoon dat vanaf de eerste noot er al volop gaat. Dus de sfeer is goed, de vibe is er goed. Ja, en dan ben je gewoon hartstikke blij en dan kun je gewoon heerlijk lekker doorslaan met de drums en met de gitaren. Ik kom misschien een beetje heel enthousiast over. Ah, nee hoor, super. Ik zit nog vol met adrenaline van de show, dus... Dat is een mooi show, super. Dus ik sta hier een beetje half onder drugs van de adrenaline, zeg maar, die we zelf hebben aangemaakt. Maar fantastisch show, echt. Ja, jullie gaan er echt voor. Ik wens jullie echt super veel succes. Ik vond het echt oprecht echt super mooi. En succes. En we zien elkaar. Ontzettend bedankt ook voor dit, wordt gek. Dankjewel. Tot ziens.